Hallo, weet u wat cognitie betekent? Cognitie wordt ook wel denkvermogen genoemd. Hiermee wordt bedoeld het vermogen om waar te nemen en te denken. Maar ook kennis onthouden, toepassen en begrijpen zijn onderdelen van cognitie. Veel mensen met hartfalen ervaren een blijvende verminderde cognitie. Soms is de verminderde cognitie tijdelijk en van voorbijgaande aard. In het bloed bevinden zich namelijk stoffen die hier invloed op kunnen uitoefenen. Herkent u dit? U leest graag en veel, maar twee bladzijden verder bent u alles kwijt. Als u uw afspraken niet direct opschrijft, vergeet u deze. Bij eenvoudige taken kunt u zich slecht concentreren. Op verjaardagen is het moeilijk om een gesprek te kunnen volgen. U kunt echt maar één ding tegelijk uitvoeren. Wat kunt u hier zelf aan doen? Het beste is om uw hersenen actief te houden. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het spelen van geheugenspelletjes zoals memory, te puzzelen of het leren van een vreemde taal. Probeer om uw taken zo bewust mogelijk uit te voeren en niet op de automatische piloot. Lichaamsbeweging is ook een prima gymnastiek voor uw hersenen. Mocht u klachten van een verminderde cognitie ervaren, neem dan contact op met uw zorgverlener.